Maar nu je het toch over hebt, ik heb ook nog wat aansbieden. Hier, kijk eens. WC-papier. Ja, die zult onder alle kraten aan stukjes hebben knipt. Maar of een gasten de prijs opstelt dat ze het achterwerk af moet vijgen met een fotobord van Hitler erop. Mina. Geet niet. Mina. Ja. Wat kost zo'n rulke? Ja, wat wil je dan met dan? Ja, wat zal ik dan doen met wilde Mina? Zoiets moois verkoop ik u niet. Weet je waar je van mij kunt komen? Ja. Hier, een bekje schoorpapier. Tante Blank, dan krijg je de kussen er ook wel mee af. Oh ja, ja. Ja, ik kan het mooi verdelen. Maar er zit niks geen kussen aan. Toch moet ik niet uit, nou, op een hoortwasker. Zo net krijg je een woordenboek. Zo. Je ook nog hier? Hoezo nog hier? Ja, ja, ik hoorde zoiets dat je... Ach, wat. Alle wiem gekletst. Wat doe je niet? Nou ja, ik ben nog heel goed met Dutsen. Nou, en dan, ja, dan moet ik toch, nou, de postbode vertelt me zoiets. Ach, wat. Oh, dat is ook een grote opbief. Ik ben Nederlander, raad zeg ik. Ja, maar, hoe vaar is toch eigenlijk met Dutsen? En waar ben je dan? Ach, mens. Loon en minder, gewoon, surf in die leur. Ja, je, wacht eens even. Ik heb nog wat moois te doen. Ja, ik heb nog iets te koop. Ik hoef mijn spul niet meer. Iets speciaals. Hier, kijk eens aan. Ik heb nog een warm trui en een paar haasken. En waar moet ik dan met? Ja, inig. Maar hoe man? Hoe Benno, den Hollander? Hij heeft kleren nog. Ja, dat geloof ik ook maar. Maar, als het nu te met is in Rusland zit, hè. Die weet niet hoe koud dat zo is. Ach, waarom zo de trui goed van pas? Gemeen mens, zei de wind. Dat komt Brammels ook aan. Maar even een jasje maar in. Het is ook net trouwens of alle daar laten komen. Ach ja, maar Dirk wordt toch ook ouder, moeder. Ach, hij pret veel te veel en veel te lang bij de leur. En hij is ook veel te nieuwsgierig. Ja, dat is het. Goedendag allemaal met elkaar. Dag. Zo. Brammels. Hij allemaal aan het plezier van het mooie zomerweer, zou ik maar zeggen. Ja, het is mooi. Kijk, daar zit er ook nog een. Dat geldt zeker ook voor meneer, of niet? Zo, op vakantie op een boer en dat zit weer. Wat wil je daar nou meer, of niet? Met de boeren met trouwens nog wat pokken zo mild in de rouw. Ja, dan heb je verder werk, Brammels. Een beetje rondjagen op de fietsen. En dan hier en door een beetje post afgeven, dat is heel andere koffie. Oh, koffie heb ik een hart, vrouw Lammers. En ik trouwens ook geen tijd voor. Ik moet dan een heel nen in de ronde. Nou ja. Maar hier is wat te lezen. Bans van gisteren. Nees, blijf nees, Dirk. Ook hij is van gisteren. En die zet toch alleen maar oorlog wat er is dit. Ja, maar het gaat goed hoor, het gaat goed. De Tommy is met dat duurbrot een beetje kan. Ja. En nu ben ze op weg naar Parijs. En had ze dan nog van Parijs. Ja, nu hou maar op. Ik kan de kraam zelf ook nog wel lezen. En ook nog zonder bril. Zonder bril? Kanst u de kraam lezen zonder bril? Ja. Nou, dat mag dan ook wel in de kraam, of niet? Achterop! Wer is hier die bouwer? De boer hier, ja. Dat ben ik. Wilhelm Lammers? Stimmt das? Ja, dat klopt. Hier een ausweis, bitte. Mijn ausweis? Ja! Een persoonsbewijs? Ja! Ja, maar meneer meent toch niet dat ik die bimmy heb? Ik kom zo van het laatst. Ja, kom aan de ring! Sofort! Kom! Mars! Ik hou van even zo. Waar heen, uw persoonsbewijs? In de slaapkamer, in het beurs. Nou, wacht maar, ik zal het zo afkrijgen. Hier blijven! Die vrouw had zo'n een ausweis. Want zie, controleren die andere mannen. Je persoonsbewijs, wie ben jij? Ik ben Buurma. Ik heb Wilm Hoop met de rog. En ik heb mijn persoonsbewijs ook in Bimmy. Daar ligt in Toes. Hoop je niet te controleren, dat is een van hun partij. Een partijgenoot? Klopt dat? Ja, ik ben een langer lid van de partij, van de NSB. Zo te zien, een langer als hij. Hoe bedoel je dat? Wie loopt hier niet met een geweer rond of met een revolver? Tenminste, niet hier. Wie helpt door de oorlog te winnen?
Die loopt niet hier op jacht rond te gooien, maar die heeft zich al lang aanmeld. De oude partijgenoten hangen. Weet je wel, die zitten stokken tegen de Duitsers. Mensen van het bezet, deserteurs. Deze ook wie en deze vindt wie. Ja. Dat hoort er ook bij. Als, vind je zich schoon. Dat mag er maximaal in die vrijtijd. Heinz, Heinz. En hoe hier achterloopt, hè? Ja, ja. Dan loop je tien wal in, hè? En dan achter een wal, hè, dat ik een bunker zit. Dan vind ik een nest. Maar ik weet niet. Als ze een kreet daar. Ja. Nee, dat doet ze niet. Dat vind ik een mens. En die kunnen ook naar voet komen door achter een wal. Ik wil weer terug naar mijn oude lucht. Ik ben pas 17 jaar. En waar kom je toch terecht als ik binnen ben gewoon. En nooit een kreeg wil ik naar school. En ik denk dat het tussen een keer. Ja, dat doe ik. Dat ligt niet op strak, maar. Dus ik ben nu allemaal druk met koffie. Ik heb er gewoon. Los mensen, weg hier! Daar kom ik op neer! Verschwinden we je! Dali dali! Dat is mijn fiets! Dat is die wat ik hier heb! Wat fietsen? Hou op man! Dat is mijn fiets! Oh! Hier heb je een brief voor mij. Ik mag niet de fiets weer hebben. Was brief? Dat kan u. Ik mag nog naar de andere. Ik heb een geld. Ik brauche een raad. Hier met de brief. En weg met de brief. Hier, mijn brief. Kijk maar, mijn brief. Auw! Mijn oog op de vinger treer. Gemene hond uit de wind. Kom hier. Stomme hond. Waar wij dingen beginnen. Hij schijnt ons ooit eens te boven. Alles fertig? Los! Wo is der Kleine? Der Heinz! Heinz! Wo bleibst du? Die Tommies kommen! Wir fahren ab! Los, wir gehen schneller! Der Tommy kommt! Du hast zusammen mit ihm Wasser geholt! Wo ist der? Antworte schneller! Damit wir keine Zeit mehr versäumen! Es wird gefährlich hier! Antworte du! Wo steckt der Heinz? Ich muss noch einen Pott hin, du. Verdammt nochmal! Uns fehlt die Zeit! Ruf ihn noch einmal! Heinz, schnell, die Hose hoch! Die Zombies kommen! Er soll schnell nachkommen! Wenn Heinz noch kommt, wünschen Sie ihm viel Glück zu! Das ist doch hier. Any Germans here? Wat zeggen? Ja, of de Duitsers zijn hier. Oh, nee. Nee, de Duitsers zijn voet. Zo tmetta. Ginsopa. Dooropa. I don't understand. Are there any Germans in the neighborhood? Toch, Gert. Je hebt naar de Mulo gegaan. Je kunt echt niet. Geef niet een man eens antwoord, maar een Engels van Uva is niks. Ja, ja, wat ben je geweest? Ja, the Germans are that way. Ja, they are gone. Boys, ja. Catch him! Nee. This man! Ik heb hem niet. Bring him to me! Ik heb niks gedaan. Ik ben alleen maar de postbode. Bloos de postbode. Toen Geert zei iets, wat denk ik hier al zag. He is not a soldier. He is the postman. He is onschuldig. Ach, onschuldig. Innocent, ja, dat is er. En dat cap? Ja, ze denken dat die een SS-man bent. Van SS? Een, ja, van hun pet en hun uniform, dat ligt er toch net op, maar nee. Hoe komt ze erbij? Ik ben alleen maar de postbode. Dit is niks. Ja. Kijk aan, je steekt maar vuur. PTT! Ja, hier is de postman hier. Ja, ja. De letters ja. Daar van de posttelefoon, ja. Boys, let him go. Goed volk is waar. No Germans here, nee. Good folks. Ja, goed volk. Dutchman. Ja. Oranje boven. Ja. Ja. Oranje boven. Wil je nu echt free? Ja, ik stond vast. Waar zeggen moeder? De Tommies bent hier en de Duitsers bent voet. Ja. Donna, we zijn free. We zijn free. Ja, wat nu
Domme, die helpt op haar, daar ben ze. Erik, hoe heet dat ook alweer? In het Engels? Dat wil ik ook niet zo opstellen, Sprong. Laat me nadenken. Bevrijden, liberaten. Het kan zonder ook wel. Thank you. Help me, Jack. Je bent toch geen Tommy, of wat? Ja, maar je kunt toch maar kussen? Ja, dat kunnen we. Vandaag nog alles. Nee. Je bent vrij, Gert. Ja. Ja. Proost, hè. Oh, nee. Nee. Oh, wat is dat dan? Kom hier nog eens in, zusje. Ja. Nog een keer. Ja. Lang genoeg duurt. Ja. Nou. Nee, we doen het niet. Nee, dat is ook nog een keer. Ja. Wie bent Freon? Haha, mannen, kijk. We vallen midden in een feestje. Een bevrijdingsfeest, zeker. Nou, dat treffen we, hè? De Twentse gastvrijheid kennende. Bibi Ileda. Ja. En Kie. Henk van Walter Trompie. Ja, het is natuurlijk niet voor iedereen bevrijdingsdag. Er zal ook nog een mol afrekken moeten worden. Toen nou toch, moeder. Hoe kan je toch zeggen? Je hebt trouwens heel leven een goede buurman aan had. Ik heb volgens mij niks verkeerd zeg. Maar hoe weet ik nou niet waar die anderen bent? Wij zijn van de ondergrondse opoe. Van de binnenlandse strijdkrachten. En ik heb niet gezegd dat ik hoe opoe ben. Maar als je van de strijdkrachten bent, van het leger, zeg ik meer, dan ben je niet goed. Hoe dat zo? Er valt je niks meer de strijdkrachten. Ja, en als jij nog vechten wilt voor het leger, dan moet je gewoon mee, want anders ben je zonder voet. Maar die kerel zet toch onderdak gezet, net als Benno? Wij pakken landverraders op. Kerels, zoals hij. Doe man, ga jij er eens een beetje fatsoenlijk bij staan, als we het over jou hebben. Zeg, heeft je wat verkeerd aan? Wie hebt er altijd een goede buurman aan had en dan wil geen zo hoog?